Goedemiddag, beste YouTubers, zeepjes, kijkers. Wat jullie leuk vinden om genoemd te worden. Even een hele korte update video. Zoals jullie weten, ik heb het vorige week heel erg druk gehad. En daardoor is Minecraft niet echt geüpload dit weekend. Nogmaals mijn excuus daarvoor dat sommigen dat gemist hebben. Voor de mensen die dat gemist hebben, onderaan deze video staat altijd een linksectie. En daar kun je dus zeg maar de link vinden van Facebook en Twitter van Zelda22. Waar dus updates ook zeg maar worden gegeven. Waardoor dat er niet elke keer een videootje gemaakt hoeft te worden. Deze update die staat meer in het term van... ja, ik heb nou heel veel voorbereidingen voor sowieso mijn verjaardag, die komt eraan. Ik heb die speciale video's nog, de modded Minecraft Funny Moments 2, tweede Funny Moments video, ik kan nog niet eens op mijn woorden komen, zo erg is het. En de Q&A video, daar wil ik ook aan gaan werken. En natuurlijk, ik wil er echt voor zorgen dat dit weekend Hardcore 2.0 weer wordt geüpload. Nou heb ik nog twee video's klaar liggen die dus zeg maar geen editwerk nodig hebben. Dat is van Afterbirth van de livestream van 7 november. Die zullen dus zeg maar deze doordeweekse week nog wel worden geüpload. Ik denk dat dat morgen, overmorgen ergens zal zijn. Maar, zo. Dit wil dus zeggen dat Mario 3D World dus eventjes deze doordeweekse week eventjes stil ligt. In verband met dat ik dan genoeg tijd heb om het achterstallige editwerk gelijk op te kunnen editen. En daarmee bezig te kunnen zijn. Dus vandaar ook deze update video. Eventjes kort en krachtig. Dus bedankt voor het begrip alvast daarvoor. Dus binnenkort, ja, dan zien we dus de Hardcore 2.0 serie. En dan zal ergens, ik denk misschien dat die deze week nog komt. Durf ik niet echt met zekerheid te zeggen. Maar de Q&A video die zal dus zeg maar ook komen. Want ja, dit is bij de 3000 subs heb ik heel veel vragen gekregen. Dus daar wil ik ook een beetje alvast aan gaan werken. En met dat gezegd te hebben, denk ik dat ik alle updates wel door heb gegeven. Dus met dat gezegd te hebben, dank ik jullie voor het kijken naar deze update. Sorry dat ik heel eventjes wat tijd weg heb gesnoept. Maar dan weten jullie in ieder geval waarom dat er dus geen Mario 3D World deze week, alleen maandag tot en vrijdag, dus maandag gaan we gewoon weer verder, dus zeg maar niet geüpload kan worden. Dus met dat gezegd te hebben, dank ik jullie voor het kijken naar deze video. En hoop ik jullie te zien bij die livestream van Afterbirth. Houd er wel rekening mee, Afterbirth, het is een beetje... Ja, voor hele gelovige mensen kan het natuurlijk ook heel kwetsend zijn. Er zitten ook nog wel wat griezelige beelden in natuurlijk. Want ja, het is The Binding of Isaac, de Afterbirth is een DLC. Dus hou er wel rekening mee als je die wil kijken. Die waarschuwing zal ook in de video komen. Dus die zal wel ergens deze week nog wel ergens verschijnen van de livestream die we toen hebben gehad. Dus ja, tijd om de afsluiting. Doei! Bedankt voor het kijken!